Ja, Dirk, jij bent van het openbaar groen. Ik heb gelijk even een vraag, want er staat bij mij in de straat een boom en die bedekt namelijk mijn zonnepanelen. Kun je die voor mij even gaan snoeien? Ik denk, nu ik je toch voor de camera heb, ga ik die vraag als eerst even stellen. Gaan we helaas niet doen. Waarom niet? Als Zonnebreugel zijn we een hele groene gemeente. Daar zijn we trots op. Vinden we mooi en vinden we ook belangrijk. We vinden ook belangrijk dat mensen een eigen energievoorziening leveren. Maar we vinden het net zo belangrijk dat we groen houden. Dat we biodiversiteit houden. En dat we ook een klimaatadaptieve stad of dorp houden. Dus die twee dingen moeten samen opgaan. Dat betekent dat we de bomen niet gaan kappen. En dat dus de zonnepanelen misschien iets minder rendement opleveren. Oké, je gaat dus niet op commando snoeien, maar het snoeiseizoen is wel gestart. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Nou, dat is het in die zin niet. We moeten bomen soms snoeien, want bomen zijn in de stedelijke omgeving, staan ze op plekken waar iedereen wandelt en fietst en rijdt en vrachtwagens rijden. Dus bomen zullen op enig moment gesnoeid moeten worden om te zorgen dat al die bedrijvigheid ook kan plaatsvinden rondom die bomen. En daarnaast heb je nog veiligheid, dat soms zitten er takken die bijvoorbeeld dood zijn of die gevaarlijk zijn, kunnen uitbreken. Nou, je wil zorgen dat die niet op iemand vallen of op een auto vallen, dus daarom worden die bomen periodiek geïnspecteerd. Gecontroleerd door een vakman of vrouw. En indien nodig wordt dan aangegeven dat die bomen gesnoeid moeten worden. En dat gebeurt nu. Ja, maar als ik dus bijvoorbeeld door mijn zonnepanelen wil dat er een boom gesnoeid wordt, dan heeft ook helemaal geen zin. Je gaat er niet naar kijken of we hem toch kunnen snoeien. Nee, we hebben het vastgelegd in het beleid. Dat wordt ook breed gedragen in de gemeente. En dat zullen we ook inderdaad niet doen. Nee. De gemeente Zonnebreugel is wel weer prachtig mooi groen. Hè? Ik bedoel, je rijdt door de gemeente en het is, ja, ik overdrijf niet, het is echt genieten. Ja, het is schitterend. En dat is ook een van de grote krachten van de gemeente. Daar zijn we ook echt trots op en daar investeren we ook veel tijd en energie in. En ik denk een van de redenen waarom mensen hier graag wonen. Omdat de natuur echt vanuit het buitengebied doorloopt in de woonwijken en in de centra.